Erwig Kempenaars is al jarenlang een vermoed verzamelaar van alles wat met de oude drukkunst te maken heeft. Uit zijn passie ontstond deze historische drukkerij aan de Steenweg op Mol. Je vindt hier onder andere een verzameling 19e-eeuwse machines, gaande van een handpers tot cilinderpers. Dus al de technieken zijn ontwikkeld in die belangrijke 19e eeuw. En ik wilde daar eigenlijk een mooie verzameling van opstarten. Uiteindelijk is die collectie zo uitgebreid geworden dat de mensen tegen mij zeiden van het is toch zonde dat je dat niet openstelt voor het publiek, want het is hier nu eigenlijk wel de moeite. En dan heb ik dat uiteindelijk ook gedaan, het openstellen voor het publiek. Toch heeft Erwig voor zijn museum een grotere culturele rol weggelegd. Al wat er met cultuur te maken heeft in Turnhout, en niet alleen in Turnhout, gewoon ook overal, bereik je een bepaalde groep mensen die aan alles meedoen. Maar er is ook nog een onbekende, geïnteresseerde groep waarvoor de drempel te groot is om ergens naartoe te gaan. En vandaar dat ik dacht van laat ik iets maken dat bij die mensen in de brievenbus terechtkomt. Zodanig dat ze ook kennis maken met iets cultureels. Sinds september draaien de machines hier weer op volle toeren om een Turnhoutse dichtbundel te drukken. Maar liefst 22.500 exemplaren, allemaal met de hand gedrukt. Nadat dan de teksten volledig met de hand gezet zijn, wordt de opmaak gedaan. Dus de pagina's worden niet afzonderlijk gedrukt, maar worden met meerdere pagina's op één vel tegelijkertijd gedrukt. Toch heeft dat nog 370 drukuren gekost op deze oude 19e-eeuwse machines. Nadat die dan gedrukt waren, zijn ze versneden, dan gevouwen, de katernen. En nadien werden, zoals u hier op de achtergrond ziet, de katernen dan in elkaar gestoken, dan geniet, terug rondgesneden en dan voorzien van een wikkel, waarop dan de titel van de dichtbundel, dus dichter bij Turnhout, onze stad in 36 gedichten, komt te staan. Turnhout. Kasteel, kaartspel, kazerne, koek, kerk, kant. En de karigheid aan kiks. Turnhout. In de grond ingeslapen. Geen parel. Hoogstens een traan die nog stollen moet. Om wat er was, om wat er niet was, of nooit zal komen. Onder andere schrijvers Robin Hannelore en Walter van den Broek, acteur Stanny Krets en conferencier Vitalski kropen in hun pen voor de Turnhoutse dichtbundel. Daarnaast lanceerde Erwig ook een oproep naar onbekend talent van eigen bodem. We hebben enkel de vraag gesteld, schrijf een gedicht over Turnhout. We hebben een gedicht binnengekregen van een Nederlander en die heeft met het woord Turnhout beginnen te spelen, omdat hij Turnhout totaal niet kende. Het is ook een heel leuk gedicht geworden. Ze hebben een gedicht volledig in het Turnhout geschreven. Echt voor de specialisten dan en voor de doorzetters, want het leest wat moeilijker, maar het is een heel grappig en leuk gedicht daarin. Het zijn vanuit verschillende benaderingen, dus ik kan er eigenlijk niet echt iets zeggen van het is op die een opzet of die een opzet. Iedere dichter heeft zijn manier van denken daarop gezet. Stegen, oude wijken, huisjes met gesloten deuren. Zelden komt men er naar kijken om het verleden na te speuren. De straatpompen zijn verdwenen. Straten noemt men voortaan erven. Men kan geen ander leven lenen. Ik ben uw kind, uw dankbare erfgenaam. Blijf mij immer welgezind wanneer ik straks ben heengegaan. Iedere Turnhoutenaar mag begin februari een gratis exemplaar van de Turnhoutse dichtbundel in de brievenbus verwachten.